Do a move, John, do a move. En wij gaan spreken op de Self-Made Summit. We hebben het wel heel leuk. Goedemorgen. We hebben een digitale Zoom-meeting met ons atelier-team. Maar dat gewoon al, dat we niet behind the scenes hebben. Hallo! Girl Squad! Jullie zijn weer op elkaar afgestemd ook. Zo goed. Ja. Het is heel koud in huis en ik blijf maar verschillende lagen aantrekken de hele tijd. Ik heb nu weer een ander vest over deze jurk aan. En Jordyn en ik zijn van het huis aan het werken terwijl onze drie meiden op kantoor zijn. We proberen met steeds drie mensen ongeveer op kantoor te zijn en we kunnen daar natuurlijk heel veel afstand houden. Dus Jordyn en ik zijn dan nu even thuis en zo wisselen we elkaar af. We hadden net een Zoom meeting en nu ga ik een lekkere lunch voor ons maken. Van een omelet met zalm, tomaatjes en een beetje spinazie. Ik probeer even een gezonde lunch, ontbijt, dat soort dingen te doen deze week. Jordyn en ik zijn naar het strand gereden net om eigenlijk aan het einde van de werkdag nog even een koffietje te drinken bij een strandtent en een wandeling te maken. En dat zijn we nu aan het doen. Hey Joski. We hadden wat stressmomenten met atelier de afgelopen week. Gedoe met onze producent. Die bepaalde afspraken niet nakwam. Te laat was, waardoor andere dingen weer niet doorgingen en zo. Het was echt even een beetje shit. We baalden er heel erg van. En we zaten even in een negatieve vibe. Dus we dachten, oké, we gaan nog even naar het strand. En uitbaaien en een beetje kletsen en gewoon chill doen met elkaar. Wat zeg je allemaal? Het is een video op de foto. Dat is een video! Doe een move dan, doe een move. Wow! Jordyn probeert als een ware David Attenborough een video te maken van kleine vogeltjes. Ik zit met Jordyn in de auto en we hebben de slappe lach van dat Jordyn mensen uitschat voor appelflap. En vriend appelmoes, wat echt de minst bedreigende woorden uit de geschiedenis zijn. En ik moet er super om lachen. Jordyn heeft een petje aan van Claypot, wat we gratis bij een Chinees restaurant kregen. Maar eigenlijk best wel cool is. We doen alsof het vet mooi is. We zijn inmiddels in Studio Spijkerkade. Een hele mooie studio. Met wat vintage meubels, roze accenten. De liefste eigenaar ooit, die ik al 10 jaar ken. En daar gaan we nu een video opnemen. En nog een, denk ik, een Insta Reels. In Studio Spijkerkade. We hebben net een IGTV opgenomen en nu ben ik nog even wat aan het fotograferen voor deze opdracht. En we zijn hier nog wel even, maar we hebben het wel heel leuk. Behind the scenes outfit. Lekker chillpakkie. Birkenstocks met glittersokken. Heerlijk, heerlijk. Hoe mooi is deze studio. Oh, alles wat ik wil is hier, namelijk deze jongen. En dit roze stoomapparaat. Hi Joski. Een knappe Jordyn.
Schatje van mijn Satisfying kleurenpalet dit. Ik heb nog helemaal niet gedeeld. Dit is mijn nieuwe vlogcamera. En hij is echt de bom. Hij heeft dit schermpje. Hallo daar. En wat hij bijvoorbeeld doet, dit is echt voor vloggen bedoeld, is tijdens het filmen al thumbnailfoto's, fragmenten eruit halen. En die komen dan allemaal in een mapje. Zo chill, want ik vergeet altijd een thumbnail. En zo mooie beeldkwaliteit. Ik vind het echt prachtig. Ik ben zo blij mee. En hij is ook heel licht. Het is echt een top ding. We zijn thuis en ik ga een avocado gezichtsmasker opdoen. Ik kreeg een heel leuk persoonlijk pakketje van Kiehl's met producten die ik nog een keer wilde testen. Waaronder dit masker. En dat is zoiets lekkers na zo'n lange dag. Hete douche, gezichtsmasker. Oké, ik ben officieel Shrek. Shrek. Jordi lacht, maar hij gaat er ook zo uitzien. Want als Jordi ergens mee te paaien is, dan is het wel wat ik spaatje noem. En dan ga ik zijn hele gezicht helemaal onder masseren en onder het spul smeren. Dus hij gaat er ook aan lopen. Ik heb spulletjes voor jullie. In de hallen waar ik ga spreken op de Selfmade Summit. Ik zie allemaal al hele geweldig leuke, inspirerende vrouwen. Het hele team is ook vrouwelijk, super gaaf. En ik ben om 9 uur een van de eerste sprekers, dus ik moet volgens mij al geluidschecken. Een soort van de kriebels in mijn buik. Ja. Definiëren of dat kriebels zijn van, dit wil ik heel graag, maar durf ik misschien nog niet. Dus ik moet mezelf pushen om toch ja te zeggen. Of het zijn kriebels omdat ik eigenlijk denk, misschien moet ik hier toch nee op zeggen. Ja, ja, ja. Herken je dat? Zeker. Ik denk wat dat betreft wat mij heel erg helpt, is toch wel een soort, wat jij ook zei, een soort rode draad of lijn in je werk zoeken. Alles wat mij interesseert, staat eigenlijk in teken van andere vrouwen ook net iets slimmer, iets gelukkiger, iets vrolijker maken. Of dat nou is een inspirerende fotoserie die volledig onbewerkt is in de Linda Meijden. Of organiseren dat we de partners waren van de Women's March, zodat daar duizenden nieuwe vrouwen meelopen. Tot aan een project op social media waarbij ik iets vertel over gemene comments die ik ooit kreeg. Of juist gewoon mooie, mooie designs deel die mensen op hun eigen Instagram kunnen gebruiken als highlight covers. Ik zeg maar wat. Alles wat ik wil maken moet een beetje als een cadeautje voelen voor de ander. Dus mooi. Als je weet waar je voor staat in die zin, helpt dat je ook wel om je gevoel een beetje te begeleiden. Ja. Want dan heb je altijd nog iets waar je het aan vast kunt houden. Van. Ik weet ook niet of we vragen mogen stellen aan het publiek. Zeker, je mag alles vragen. Ik wil wel even vragen. Een handje zien van de vrouwen die het gevoel hebben dat ze eigenlijk veel meer in de dag zouden moeten doen dan ze voor elkaar krijgen. Voor de kijkers thuis, iedereen steekt volgens mij zijn hand op nu. Het is een soort collectief schuldgevoel wat we onszelf aanpraten. En dat is wel iets waar ik voor mezelf van af wil en wat ik iedereen gun. En wat best wel moeilijk is. Ja, ja. Ja, we moeten zoveel. Klopt. En eerlijk gezegd is er ook niet per se een heel erg shortcut naar succes. Je moet die uren en die lessen en de tranen en het zweet er ook in stoppen, maar goed, er moeten grenzen zijn, denk ik. Ja. Ja, en wat Willemijn net wel mooi vertelde, was we moeten dat eigenlijk allemaal van onszelf. Want er is niemand die tegen ons zegt, maar jij moet dit allemaal doen. Stel je voor. Nee. Dat zou heftig zijn. Die persoon zou ik meteen uit mijn leven verbannen als die zo tegen mij zou praten als ik tegen mezelf praat. Ja. Ik ben weer thuis en het is licht. Ik ben gewoon in het half donker vertrokken, dus kan jullie nu mijn outfit laten zien. Ik dacht vanochtend, wil ik voor deze professionele sprekersopdracht een pak aan doen of een jurk. Nee, ik doe lekker een glitterbroek met cowboyboots aan. Waarom ook niet? Dus ja, mijn favoriete zakspotje. Heerlijk, heerlijk. Stephanie Afrifa was er ook en die had ook zo'n lekker pak aan. Grijs en dan met strass aan de zijkant. En zij zei al, ik wil ook zo graag een zakspotsbroek. Ik denk dat zij die groene moet. Gaat er echt geweldig staan. Dus we hadden even een goede bonding over onze liefde voor multiglitter. Maar het was echt heel erg leuk. Leuk gesprek met Emily. Super veel berichten van mensen in de DM die het inspirerend vonden. En
het geeft gewoon zo'n goede vibe en goede boost om met andere vrouwen bij elkaar te komen en ervaringen te delen. En dat is echt wat ik het liefste doe ongeveer. Dus ik was heel blij en ik hoop dat we dat binnenkort weer ooit in real life kunnen doen met een echt groot publiek. Want er keken iets van 400 mensen online, maar dat is natuurlijk heel anders als dat in het echt is. Maar het was een leuke ervaring. Ik ben nu thuis aan het werken met Jorni en Evie komt ook een beetje in en uit. Ik ben een leuke koffiestation aan het stylen voor een samenwerking met Nespresso. Dus eigenlijk tips voor hoe je een leuk koffiehoekje in je huis kan maken. Wat je het gevoel geeft van je eigen mini cafeetje thuis. Nu we veel binnenwerken en überhaupt binnen zitten vanwege de herfst. Leuk om mee bezig te zijn. Ik heb speciaal voor de content ook hele lekkere suikervrije taartjes besteld. Van een meisje uit Rotterdam, Sue heet ze. Ik zal ze zo laten zien. Het zijn ware kunstwerkjes en er zit dus geen suiker in. En ze zien er zo lekker uit. Ik kan niet wachten om dit te testen. Ah! Hoe mooi is het koffiehoekje geworden. Oh my god. Skiek. Hey schatje. Jij zit altijd zo lief krom omdat je gewoon te lang bent voor van alles. Ja, ik ben gewoon een grote goos. Kijk dan, die mouwtjes veel te kort. Het is me nou belachelijk te maken. Nee, lief vind ik dat gewoon. Jor heeft deze lekkere soep voor ons gemaakt met tempeh. Het is nu 7 uur en ik zit nog hier te werken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik heel gaar ben. Niet meer echt na kan denken, maar ik wil eigenlijk nog één ding afmaken. En hierna heb ik VVE-vergadering van ons huis. Het is niet echt een momentje om na te denken vandaag. Maar dat komt in het weekend hopelijk wel weer. Hé, hey, lieve schatten. Goedemorgen. Ik ben me even aan het klaarmaken voor... Ik heb dus die nieuwe camera en het schermpje zit daar. Dus de hele tijd check ik van, is het beeld goed? Ben ik in beeld? Maar dan kijk ik eens naar de zijkant. Dat zal even wennen. Ik ben aan het klaarmaken om naar Valentin te gaan. De soort van health coach waar ik al een tijd bij was. Om wat fitter te worden. En met corona natuurlijk ben ik niet meer bij haar geweest. En nu pakken we de draad weer een beetje op. En dan drink ik een koffie met Nicole en eentje met Dio. En waarschijnlijk zie ik Jess nog straks. Ik heb een nieuwe truc van Celine geleerd ook. Of ja, ik deed dit al wel, maar ik zag het bij haar weer. En toen dacht ik, oh ja, dit is echt mooi. Om een hele gepigmenteerde roze lipstift te pakken. En dan op je vinger te leppen en dan het zo met je vinger aan te brengen. Dat geeft zo'n mooi natuurlijk effect. Wat ik gewoon niet met een kwastje voor elkaar krijg. Pretty. We hadden gisteren een VVE-vergadering en we hebben 5 flessen wijn gedronken. Oh my god. Kan echt niet. Ik heb een top van sap en weer mijn glitterrok, want ik wist even niet wat ik aan moest en dit is gewoon een lifesaver. Wel grappig dat zeg maar een roze glitterbroek het meest neutrale, meest gedragen stuk in je kledingkast wordt. Leuk, we zijn aangekomen bij mijn stijlicoon. Hallo! Hoi! Jezus, wat een lekker kleurenpalet in het leven. Ik dacht, deze grijze dag kan wel even wat kleur gebruiken. Prachtig, zie je er weer uit. Beauty! Hey! Ik eet hier de vissoep die echt epic is. Met 5 zoveel zin in. Wow, kleurenpaletje on fleek. Het chillen is begonnen, want ik ben weer in mijn lievelingshuis. Met Jess en Mark die helemaal de tafel hebben gedekt. En Jess heeft mijn favoriete comfortfood gemaakt, spaghetti met Jessballen. Wat ik nu echt denk ik al... Hoe lang hebben we dat niet gegeten? Zeker een jaar niet. Is wel langer jaar. Denk ik. Het is best zielig voor mij. Dus we gaan lekker aan tafel.
heel lekker reality-avondje. Met ons, yes! Ja, zit je altijd op de grond? Ja, best vaak. Ja, hè? Yes, ik heb heeft ook yoga. Yoga-krukje? Ja, nou, dit kussentje. Oké. Ja, ze heeft echt de lekkerste en grootste bank. Kijk, dit is mijn arm en het komt gewoon niet in de buurt van waar Jess überhaupt nog zit. En ik zit op de grond. En Jess zit op de grond. Ik snap er echt helemaal niks van. We hebben net een custom snack plateau gekregen van allebei onze lievelings. Ik heb puikke ribbel, drop, M&M's. Jess eet hamkaas, waar ik dan weer helemaal niks van snap. Kijk nu Married at First Sight. Maar wel een aflevering die ik al heb gezien. Maar hier gebeurt alle juice. Dus Jess moet er even bij kijken. Ik moet zeggen dat het wel leuker is om het één keer te kijken. We zijn video al een keer in laten zien. Nooit genoeg van deze kopjes. Ik zoom even in. Hot babe. Hot babe. Die lieve puntvoetjes van Jess op de achtergrond. Ja, deze mokken gebruiken we al sinds we 18 zijn en op onszelf gingen wonen, denk ik. Van de Jamie Oliver collectie. Die is nog van jou. Ja, hippie chick. Die had ik van mijn moeder gekregen en die heb ik aan Jess gegeven. Omdat Jess echt de diehard persoon is van deze mokken. Er is geen grotere liefhebber. Weekend! Denk een joggingpakje. Ik vind dit jasje zo leuk van Jordi. Nice. Het is weekend en heel slecht weer. En we gaan nu afspreken met Milan. Ik heb een trui aan, een kooltrui, een hemd, een yoga legging en mijn cowboylaarzen. Dit moet goed komen. Oké. Regen. Kommetje. Wow. Goedemorgen. Jordi en ik zijn brak. We hebben veel wijn gedronken gisteren en we gaan nu na uren uitgeslapen te hebben en in huis te hangen, tosti's eten en buiten wandelen. Heerlijk. Ik heb deze trui van Jordi aan als jurk. Love it. Kleren van je vrienden zijn toch het allerlekkerste wel. Vooral de truien. Kijk, over een half jaar dus is het nu. We zijn lekker bij het tentje op het Haarlemmerplein neergestreken, waar we buiten wat heel lekker Chinees kunnen eten. Dumplings, lumpia's en crepes met pekingeend.